In Zelfstandigen zonder Perspectief probeer ik, met inmiddels een klein beetje ondernemerservaring, een zo groot mogelijk mediabedrijf op te bouwen. Vorige week zag je hoe ik een voice-over insprak voor onze koning in de NOS Koningsdag-uitzending. Hoe ik voor het eerst voor een klas stond te presenteren tijdens het Midwest Startup Fest. En hoe leuk het was om een presentatieskills bij te spijkeren bij de training van Pitch Perfect. En deze week zie je hoe vanuit het Temporary Art Center in Eindhoven de tweede les van die pitchtraining eraan toe ging. Achter mij het Philips Stadion en dat betekent dat ik op weg ben naar huis vanuit de tweede week presentatietraining van Pitch Perfect. Het was weer een hele interessante. Luke weet echt heel veel van presenteren, nog veel meer dan dat hij eigenlijk verteld heeft. Dat voel je aan alles. Bullet points gebruiken de meeste mensen niet voor het publiek. De meeste mensen gebruiken bullet points voor zichzelf. Om bij te houden van waar ben ik in mijn presentatie, oh ja, volgende slide, ik zie dit, oh ja, nou wat. Af en toe komt er dan een tipje tussendoor die zelf helemaal niet zo heel waardevol lijkt te vinden. En dan is het voor mij echt een gouden tip wat ik net mis, weet je wel, in mijn presentaties om het nog wat beter te doen. Het gaat ons opvallen op het moment dat jij zelf gaat, en zo'n stilte, daar gaan we ook mee spelen, daar kun je best wel lang rekken. Dus je kunt best wel iets stellen met even... Ja, kwijt zijn. Ja, en er zijn af en toe een beetje gekke spelletjes voor nodig, maar dat maakt het ook weer heel leuk. Direct naar je kamer en geen tv meer! Direct naar je kamer en geen tv meer! Grootste angst van vrouwen is dat ze te veel zijn. Thierry Baudet. Het presenteren is van levensbelang dat je die woorden goed aan landen. Mocht je nou denken, die gasten zijn totaal krankjorum geworden, kan kloppen, maar het is wel met een doel. Luke, ik kan me voorstellen dat mensen aan het kijken zijn nu die denken, wat is dit voor theater? Waarom doe je dit? Wat je daarvan leert is wat jouw bereik is en hoe jij dingen groter kunt maken, krachtiger kunt maken, wat kunt spelen met... intenties, intonaties, dingen laten landen. Zodat je daarmee schakels kunt gaan maken in je presentatie en niet heel erg monotoon met elkaar praten. Jij iets te hebben wat je nog nooit gehad hebt. Moet je bereid zijn om te doen. Nooit gedaan. Worden de talenten van de toekomst op de juiste manier begeleid en ontwikkeld? En als we dat doen, hebben we zometeen 50 nieuwe bedrijven bij de KVK. Heerlijk om te zien dat we allemaal ook zo vooruit zijn gegaan in het presenteren. Kijk maar. Ik ben Marie van Dieren. Ik ben hier om de game changers, de innovatieversnellers, de lokale helden, maar ook de gezellig ons. Vrouwen zijn emotioneel bezig. Dus als jij jouw dromen wilt verwezenlijken, als jij jouw achternaam wilt, als jij wilt gaan creëren, dan zul je dingen anders aan moeten pakken dan deze voorzien te hebben. Ik wil over 20 jaar een net zo groot mediebedrijf Talpa hebben, maar veel vriendelijker en veel meer gericht op mensen. Want mensen doen zaken. Dat was de tweede les. We hebben nu eigenlijk een elevator pitch gedaan van een minuut. En de bedoeling voor de derde les is om die uit te bouwen tot eentje van maximaal 5 minuten. Mag ook 1 minuut blijven. Maar in ieder geval hoeveel tijd je nodig hebt om iets ruimer en uitgebreider te maken. En dan is het echt een presentatie. Onwijs met de opbouw van zo'n cursus en enorm leerzaam. Ja, en je raadt het al, hoe die eindpresentaties verlopen zijn, dat zie je in de video van volgende week. Dan even iets heel anders, want trouwe kijkers van Zelfstandigen zonder Perspectief kennen ongetwijfeld Mohammed van Ik Waardeer de Zorg. Een van mijn allereerste klanten ooit, inmiddels ja, zijn we online vrienden geworden. Dat begon allemaal met een simpel berichtje op een aflevering van Zelfstandigen zonder Perspectief, waarin hij aangaf dat hij met mij samen wilde werken. Dat platform is binnenkort toe aan een 3.0 versie, daarvoor wilde ik met Mohammed spreken, maar ook om hem eindelijk eens een keer in het echt te ontmoeten. En dus ging ik op mijn vrijdagmorgen, gewapend met een Ik Waardeer de Zorg mondkapje, met de trein naar Amersfoort. En na een prachtige zonnige wandeling in Amersfoort, en wat woordgrapjes onderweg... Heb ik weer, wil ik net iets opslaan, is mijn diskette weg. Er werd laatst bij me ingebroken, wat denk je? Al mijn hardware weg. Kwam ik aan bij het, hoe grappig, Ik Waardeer de Zorg, Dr. Oetker gebouw, waar Mohammed gevestigd was. En daar stond hij, in de deuropening. Ja. Hey. Het is Mohammed El Amari van Ik Waardeer de Zorg, himself. Ja, hij had onwijs goed voor me gezorgd, hij had ontbijt gehaald en een
fucking lekker toetje. Lekker hoor. Die unit komen wel op hoor. Hey, die komen wel op. Oh, die units zijn zo ontzettend lekker. Ik zou bijna nu de trein naar Amersfoort pakken weer. Nu ik ze zie. We hebben bijgeluld over van alles en nog wat. En grappig genoeg, ook al was het de eerste keer dat ik hem leerde kennen in het echt, voelde het alsof ik hem al jarenlang kende. Hey man. Dag Kelvin. Hoe is het? Alles wel, hoe is het met jou? Wat goed om te zien dat er ook een lichaam aan vast zit. Ja. Maar dat lijkt maar een digitale. Nou, geel Ik denk dat de vaste zelfstandig van het perspectief kijken jou vol kent. Ja. Meerdere keren in serie zijn ze nu eindelijk hier op kantoor. Je hebt onwijs vet kantoor. Wat hebben wij er nou uitgehaald? Waarom is het er nou waard geweest om 2 uur te reizen hiervoor? Wat vind jij? In eerste instantie om elkaar gewoon een keertje te hebben gezien. Tuurlijk. Met elkaar te zijn geweest. Sowieso, als ik kijk naar wat wij hebben gedaan. 9,9 van de 10 keer zie ik dat mensen eerst bij elkaar zijn geweest en dan zo'n samenwerking aangaan. Ja. Wij zijn online begonnen, hè? Ja. Begonnen, ja. Risico, hè? Ja, maar wel een hele leuke risico, want we hebben gezien wat er allemaal uit is gekomen. Waarom ik dit filmpje opneem is eigenlijk om te laten zien van bizar hoe ver iets je kan brengen als je gewoon met iemand het gesprek aangaat. Jij precies. Stuurde een Facebook berichtje, ja. Waarvan ik eerst dacht, wat is dit voor rare persoon die als een soort fangirl komt reageren. Toen had ik twee video's zelfstandig zonder perspectief online heb staan. Ja. Gelijk wel, wat een toffe serie en zo. Maar ik dacht van, wow, wat vet dat je er zo enthousiast over bent. Ik was vrij snel overtuigd en ik dacht, ik wil kijken wat Kelvin en ik samen kunnen gaan doen. Het gevoel was goed genoeg om met jou iets op te gaan starten. Dus vandaar. Kijk. Ja, en je ziet waar het ons gebracht heeft. Dit was een compliment, hè, Kelvin? Dus oh ja, dan moet ik even dankjewel. Dankjewel zeggen. Dan ga ik dankjewel. Ja. Je ziet waar het ons gebracht heeft. Ik ben in de zorg staat en gaat een keiharde 3.0 tegemoet de komende maanden. Hou dat vooral zeker in de gaten. Het linkje staat zeker ook in de beschrijving. Volg mijn handen eventjes, volg ik weer de zorg eventjes. Zoek me op, LinkedIn, ook nog actief. Wil je video het vertrouwen dat je hebt in mij. En andersom vind ik het heel erg leuk om verder met jou te mogen gaan werken. En wat mij betreft veelbelovend. Talent om in de gaten te houden. Ga zo door, Kelvin. Ik wil je zo graag knuffelen, maar dat mag niet. Maar ik kan het maar regelen. Ja. Thanks, mate. Ja, op het einde wordt het zelfs al een beetje emotioneel, want to be honest, het is heel tof om op deze manier vrienden te maken en samen business te doen en na te denken over de toekomst en gewoon iemand te hebben waarmee je altijd kan sparren. En dat allemaal uit 1 Facebook message berichtje. Het kan soms zo mooi zijn, dit vak. En met dat verhaal zou ik graag af willen sluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering Zelfstandigen zonder perspectief. Vergeet de video natuurlijk niet te liken. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Volg de pagina op Facebook. En laat een comment achter wat je van deze video vond. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe aflevering Zelfstandigen zonder perspectief. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik zeg houdoe! Alle achtergrondmuziek uit deze video is afkomstig van Soundstripe. Check de link in de beschrijving. En gebruik code MEDIAMAT10 voor 10% korting.